Hi, vandaag neem ik jullie mee naar de restauratie van het Artis Aquarium. Het Artis Aquarium is ruim 140 jaar oud. We hebben eigenlijk een zoutwaterkant en een zoetwaterkant. En dat zoute water heeft dat gebouw in 140 jaar heel erg aangetast. Je ziet dat aan scheurvorming op verschillende plekken, aan metselstenen die eruit komen zetten. Ik heb hier een stukje in mijn hand. Je proeft zelfs dat het zout is. We lopen hier door een van de vroegere museumzalen, waar in de jaren 90 een enorm aquarium is gezet. En achter deze platen zitten nog liters water. De vissen natuurlijk niet, die hebben we verhuisd. Dat water houden we erin om genoeg druk op de fundering te houden. We lopen hier door de zoetwatergang, die minder aangetast is uiteraard door het zoute water. Dus we hoeven hier minder grote ingreep te doen. We staan hier in de grote aquariumzaal en je kijkt hier door een van de zoutwaterruiten. Wat je hier ziet is de nieuwe bodem van de aquariabakken. Die zijn we vandaag aan het storten. Zoals je hoort, we hebben nog een hoop te doen. Dus ik ben binnenkort terug met de volgende update.